hele goede middag allemaal. Ja, het is alweer 12:30 en het is vandaag alweer, je raadt het waarschijnlijk al, 1 juli 2020. Ja, mijn naam is Carin van der Werf. Mijn man die heet Roderick van der Werf. En wij hebben heel veel huisdieren, zoals je misschien al weet. En als je het niet weet, ga ik je zo meteen even voorstellen aan jullie. Dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier bij een gloednieuwe vlog. Nou, mocht je nieuw zijn op ons YouTube kanaal, zal ik eventjes, ons even voorstellen. Dit is de oudste hond. Dit is Lady. Lady, kijk eens. Dit is Lady. Ja. En zij is een kruising tussen drie honden. Zal ik het even zeggen? Zij is dus een kruising, wat ik al zei, tussen drie honden. Een bedodog, pitbull en een husky in één. En dan heb ik daar Lovely. Samen met haar zus Beauty, die hier al bijna alweer een jaar in huis erbij woont. En dit zijn ook twee kruisingen. Ja. En hun zijn dus een kruising tussen een border collie en een malamut. Dan zal ik eens even kijken waar de katten uit hangen. Kijk, daar ligt Draaky. Dat is de oudste van alle dieren. Die ligt lekker op de vensterbank. En waar Speedo is, weet ik nog even niet. Zal ik even zoeken. Waar is Speedy dan? Oh, hier. Die ligt ook lekker lang uit te slapen. Hi, kind. En dan zal ik even naar de andere meneer en mevrouw gaan. Ze gebruiken dit eigenlijk helemaal niet. Dus ik ga gewoon weer over op de oude kooi. Denk ik wat beter. Voelen zich ook wat fijner, denk ik. Want hij kijkt nou ook niet zo blij. Nee. Jij kijkt nou niet zo blij, hè, meisje. Nee, ja. Nee. Dit is Goldie. Ja. Hi, meisje. En dit is Charly. Charly, nee joh. Joh, gaat lekker. Hallo dames. Ik ben bezig. Ik ga nu even de dingen door elkaar heen halen. Jij was Whisky? Ja, Charly. Ja, zeg ik het wel goed. Ja. Hi kind. Jullie krijgen vandaag jullie oude kooi weer terug. Want jullie gebruiken hem helemaal niet. Dan ga ik hem nog proberen even weer terug te sturen. Ja. Scheelt mij weer. Ja. En Speedy die moet er altijd bij zijn. Hè kind? Ja hè, dat vind je leuk hè? Ja. Nou dus dat was even het voorstelrondje van alles en iedereen. Dames, we gaan zo naar buiten. Dus dat was weer eventjes het voorstelstukje van de dieren. Dan kan je wel zeggen, wat een hoop dieren. Ja, maar ik ben gewoon eenmaal een dierenvriend. En wij vangen ook wel eens honden op voor de stichting Husky Forever Home Benelux. Ja, die kan je vinden ook op Facebook. Ja. Dus mocht je eens een keer een ras willen, gewoon een husky of gewoon een kruising van husky nog wat, of een manherder, of kun je daar terecht. En ik ben daar ook medebeheerder van. Dus. En heb ik nog een andere vriendin, die is de hoofdbeheerster. En die woont in België. Ja, wat is ze? Wat moet jij? Kom hier. Hi meisje. Hi kind. Je bent lief. Je bent lief, echt wel. Ja. Maar ik ga zo met de hondjes uit. Dus ja, het is 12:30. Ik ben een beetje laat vandaag. Maar... En ik ga even aan jullie laten zien hoe lekker het weer is vandaag in Den Haag. Ja, in Den Haag. Ja. Ik ga niet vertellen waar, maar als je goed weet, dan weet je het ook wel waar. Hè? Ja, maar ik ga de camera even draaien. Lijkt me handig. Nou, het is een beetje bewolkt. Beetje maar. Ja, heel mooi. Ik heb dit als uitzicht. Ja, ik ga zo met jullie lopen, dames. Ja. Dat is handig, toch? Kijk, en een mooie plantjes voor de deur. Ja. Daar ook allemaal mooie plantjes voor de deur. Daar is het mooier als wat ik hier heb, hoor. Ik heb alleen maar groen. Ja, en vies. Ja, nou, die is dus ergens ingewaaid. En dat. Dus dat is eigenlijk het enige. En ik heb een parasol. En ja, dan ben je weer even aan het lopen. Wat gaan ze weer doen? Graven. Waar gaan we nu naartoe graven? Naar Parijs of Keulen? Of Rome, weet ik het. Of naar België. Weer terug gaan naar jullie thuisbasis, hè? Hi! Lady, kom dan. Hi meisje. Hi tut. Hi wijfie. Wat zie je eruit? Oh, oh, oh. En ga die wortel pakken dan. Ja. Jullie zijn ook een stelletje deugnieten bij elkaar. En jij gaat er maar lekker bij liggen, meisje. Groot gelijk hoor. Hé, meisje. Lady, ben je mooi? Hey, Tutti, I love you. Yeah, I love you. Ben je mooi? Jij? Ja, Lady is mooi. Ja, dames, we gaan weer verder lopen. Dat lijkt me handig. Gaan jullie mee? Kom, gaan jullie mee? Kom maar. Oh, ja, dat was een lijn. Kom maar, goed zo, keurig. Kom maar, lieve schat, kom. Oh, jij wil per se op één gras, best. Goed zo, maar ik ga mijn telefoon opbergen. Ja. Oh, lekker meisje. Dames, jou, kop. Jou, kop. 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 Kom maar. Hé. Helemaal mee. Oeh, plasje doen. Helemaal goed. Ja, ze komt eraan. Kom maar. Ja, Leid. Kom maar. Oeh, ga je er weer tegenin, helemaal? Nee, niet wel. Nee. Alleen daar, hè. Daar ga je er wel in, hè. Ja. Kom maar. Nee, we gaan er niet helemaal... Hallo. We gaan er niet in. Kom. Lopen. Goed zo. Overal bij je zand. We gaan nou niet graven, dame. Nee, goed zo. Nee, inderdaad. Goed zo. Ga je mee? Wachten op Lady, alsjeblieft. Ja hoor, jut en joe. Echt. Ja, doe maar, Lovely, kom. Ja. 1, 2. Jump. Zo hoog mogelijk ook, hè, jij, hè? Dan moet ze die tak hebben. Je moet ook zo hoog mogelijk ook, hè? Oh nee, niet. Deze tak hier voor mijn neus. Ja. Lekker! Hey! Dit, hij lekker, hè? Ik ben lekker aan het eten. Lekker, hè? Lekker hè, blaadjes eten. Want je krijgt er thuis ook niet en niet genoeg ook hè. Nee, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Ga je zo weer mee naar huis? Nee? Of blijf je hier hangen? Kom, ga mee. Kom, ga mee. Kom dan. Kom, ga mee. 1, 2. Tut, kom. Mee. 1, 2. Zo pas. Mag je zo echt wel even controleren op teken? Jullie lijnen gaan door elkaar heen, hè? Dat weet je. Dat snap je wel, hè? Je plet een struik, hè? Mag dat? Kom hier. Kom, lieve schatten. Kom, deze kant op. Kom. Ga naar huis. Kom. Nou kijk het eventjes in door de vingers. Oh, 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 oh. Ja, sorry. Dat is de lijn, schat. Sorry. Kom eens hier. Doe eens even. Eruit. Kom. 1, 2, kijk. Ja, snel. Ga schoon staan. Lof, doe eens rustig met je zus. Gewoon eens even rustig. Ja, ik heb je alweer een schatje. Ja, dames, kom. Jullie mee naar huis, kom. Hoi, hey, dat. Ik ben... Hey. Ja, dat doe je nou zelf, lief. Kom eens hier. Ja. Ja. Goh, sorry voor mijn taalgebruik. Oh. Dit moet er even uit. Ja, zo. Het is nu alweer 5:15. Roderick zal even een tijdje thuis. Maar hij ligt lekker op bed in zijn eigen huis. Niet dus hier, maar gewoon lekker in zijn eigen huis. En die komt er ook even weer vanaf van de bank. Ik heb nog wat voor jou zometeen, meisje. Lekker. Dat ligt daar. Ik hoef niet meer. Ik zit echt... Ja. Even geduld. Doe ik het lekker zo. Kijk eens, meid. Geduld. Ja. Die geef ik eerst even aan. Dan kunnen jullie lekker kijken. En dan ga ik weer verder. Leed, nee, want jij hebt gisteren een hele hoop gehad van mij. Lady, jij hebt gisteren gehad. Doe maar. Is van jou. Is van jou. Is van jou. Het is oké. Beauty, het is oké. Is van jou. Ga je even lekker hoeven. Doei. Nee, jij is goed, meisje. Lekker. Ga niet op de bank, hè? Goed zo, meisje. Ja, je mag het wel helemaal schoon likken. Dat vind ik niet erg. Laat ze hem daar lekker op peuzelen. Prima. Nou, wat ik dus al eerder zei. Roderick en ik gaan dus vanavond lekker uit eten. En we nemen jullie gewoon gezellig mee. Dus ik ga even de spullen wat nu op mijn telefoon zit, ga ik dus even afhalen. En dan ga ik mijn telefoon weer even bijladen. En ik ga Roderick rond 5:30 even weer wakker bellen. Dus dan nog wel een kwartier voor hem. Yep. Wat is je dan? Wat is je dan? Wat is je dan? Ja, wat is je dan? Oh ja, is dat zo? Ja, is dat zo, Bobby? Is dat zo, Bobby? Ja, is dat zo, Bob? Bobby, is dat zo? Ja, is dat zo dan? Oh ja, oké, nou dan weet ik dat even. Ja, dat is prima. Ja. Ja. Hi, ga je mee? Ja, ga je mee? Gaan we naar je grote vriend, hè? Nee, gaan we naar je grote vriend, hè? Yep. Nee, schat, er komt een andere mevrouw aan. Hi. Ja. Ga mee naar je grote vriend? Kom. Waar is je grote vriend? Kom maar. Ja, nee. Daar is je grote vriend niet. Die andere kant op. Ja, goed zo. Je weet wel waar je grote vriend is. Aan de andere kant van deze straat. Die kant op. Die kant op. Zo. Nou, en Lady haar vriendje. Moet ik even stilstaan. Wacht even, wijfie. Leed. Hallo, wacht even. Kan ik laten zien en waar je vriendje staat? Lady, haar vriendje staat dus daar. Daar. Op de weg. Als verkeersregelaar, hè? Jij, ga je er naartoe? Waar is je grote vriend dan? Waar is je vriendje? Oh, ik moet even alles even binnenboord houden. Want ik heb kaarten mee. Van de buurvrouw. Moet ik zo even op de bus doen. Zo. Ja, kom maar. Waar is je grote vriend? Waar is je grote vriend dan? Daar verderop, hè? Ja. Nou, dat vriendje is er dus nu niet. Nee, maar misschien vanavond laat. Weet ik niet. Maar hij zou er wel komen. En morgen is het hier allemaal om 4 uur. Moet het allemaal klaar wezen. Dus ja, we wachten het maar af. Ja, meer kunnen we ook niet doen. Nee. Dus, en ik loop nou nog lekker met Lady buiten. Dus ja. Zometeen lekker naar huis en lekker uit eten. Ik zeg weer een toverwoordje hoor tegen haar. We gaan niet naar binnen naar oma Richard. Nee, ga niet naar binnen. Jammer joh. Kom. We gaan niet naar oma Richard. Kom. Maar de voorkant van oma Richard. Want hier moet hij altijd naar binnen. Kom. Lieve schat, ga je mee? Kom. Kom maar schat. Briefbus opsnorren. Kom maar. Kom dan. Ja. Goed zo. Ja, en waar zullen wij weer wezen? Waar zullen wij weer zijn? Wie weet het? Ik kan niet weten. Hm? Wel schrikken, ja. Zo, dan moet ik het wel goed neerleggen vanzelf. Even zo. Kijk, dat is zo lekker. En Roderick heeft ook weer wat lekkers. Kijk. Hoe vind je het hier, schat, nu weer? Lekker. Waarom vind je dat lekker? Weer gewoon ouderwets. Ja, en dan ook weer hier zitten, hè? Bij de lampion, of niet? Zeker. Ja, dat dacht ik. Eet smakelijk. Dank u. Oké, wat wil ik hebben? Sowieso deze hebben zo meteen. En lekker die daar. Ja, die ga ik sowieso nemen. Ja, en je mag wel pakken hoor. Alleen ik heb jou er niet op, dus komt helemaal goed. We sowieso deze. Doe maar 4 stuks van. En dan 2 stuks daarvan. Dat was het voor mij. Ik weet niet wat en wat hij wil, dus ja. Nou, dat gaat dus heel mooi op de bakplaat. Ja. Kijk, olie eroverheen. Zout eroverheen. En peper eroverheen. En ze zijn ook dus nog met de Roderick zijn eten bezig. Ook even inzoomen. Nou ja, niet goed doorbakken. Goed doorbakken. Gewoon goed gaar dus. Ja? Zo. Vertel. Vertel. Nou, vertel. Rossa's, biefstukpuntjes. Oeh, lekker. Maar... groene pepersaus, bruine pepersaus, pepersaus. Maar wat vond je net zo leuk? Waarom moest je lachen? Nou, iemand daar bij de, hoe heet het eigenlijk, daarachter. En bij de vis? Bij de visafdeling. Dan zag jij dus krabben liggen. Ja. Kreeften. Krab, ja, krabben. Gewoon die koken krabben. Ja, krab, kreeft. En in het ijs, zeg maar, opgesteld. En dan was zo aan het inzoomen. Dan komt iemand achter je langs en zegt boe. Daar schrok jij van. Ja. Nou, diezelfde persoon zit hier ergens te eten. Ja. Dat jij heeft het aanspreken te maken en dat is weer grappig. Top. Nou, en ik heb ook weer wat lekkers. Dat is dit. Het is lekker. Wacht even. Fotootje. Foto weer waardig. Altijd. Dit is zo lekker, jongens. Zo. Eet smakelijk. Dankjewel. Nou, een beetje heel erg veel voor mezelf, maar ik ga het ook rustig opeten. Heel goed. En een lekker wijntje erbij. En dan mag Roderick zo meteen nog even één wijntje erbij halen. Ja, ja. Alles goed? Is het lekker? Ziet er lekker uit. Oud en vertrouwde concept. Ja. En ik kreeg net op te horen dat het waarschijnlijk volgende maand gewoon weer wat langer open gaat. Dus. Heel goed. Mm-hmm. Ja, en als ik het op mezelf kan gaan richten, ja, dan kan ik helaas Roderick er niet op doen, want die zit aan de andere kant van mijn tafel. Maar ik heb, daarom zeg ik al een beetje keur. Ja, ons tafel. Ook goed. Maar dan zeg ik heb een beetje veel. Maar dan weet ik wel dat ik heel rustig kan gaan eten. Ja. Gewoon samen lekker met jullie. Lekker eten. Samen. Mm-hmm. Wij samen, wij samen. Ik nam een hap en ik zag dus Roderick even een heel vies gezicht trekken. Dus daar moest ik ook even lachen. Dat is grappig. Ja. Viesgezichtentrekker.nl. Zie jij jezelf? Ja. Lekker eiwitjes, yummy. Met moedersuiker, ook lekker. Moedersuiker? Moedersuiker? Ja, moedersuiker. Dat je moeder 3 kandellen, toch? Ja. Geen idee wat het is, maar het lijkt op frikandellen, maar dan waarschijnlijk 3. DRI, ja. 3 kandellen. Ja. Wat is het nou? Frikadel of frikandel? Of mag het allebei? Ik zeg altijd frikandel. Ja, oké. Want je kan het. Ja. Okay. Zo, en dan was ik weer. Een lekkere champignonnetje. Lekker. Moet kunnen, toch? Mm-hmm. Lekker garnalen. Biefstukje. Kip. Yummy. Smakelijk eten. Hoort me niet. Okay. Maakt niet uit. Maar dit is wel weer goed doorbakken, hè? Ja. Gewoon lekker mals. Lekker. Mm-hmm. Mm-hmm. Nou, ik ga even verder eten. Ik ga lekker smakken, schat. Maar ik denk niet en dat de kijkers daar zo fijn en zo blij van worden, toch? Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Als je nou deze gaat doen en die voor jezelf, ben ik al heel blij. Kijk, mensen. Proost op jullie gezondheid en op die van mij. En die op vele anderen van de hele wereld. Dus mocht je deze vlog nou zien, deel hem dan even. Dat zou ik super fijn vinden. Ja, echt super fijn. Helemaal vol. Helemaal vol. Geloof mij, ik krijg hem vol, hè? Geloof mij. Wedden, ik krijg hem helemaal vol. Geloof mij. Dit is het leukste hier. Ik heb eventjes een beetje een review gedaan. Ja, en jullie zien mij nou niet zo heel goed. Ik zal hem even anders pakken, geduld. Ja, zo en zo is het volgens mij beter. Maar daarom zeg ik al, ik heb een beetje een behoorlijke review gedaan. Zoals in Rotterdam heb je een schip. Ik weet niet waar het is. Sorry, mijn excuus. Wat zeg ik? Ik krijg hem nog vol ook. No deal. Wat een lekker mooie vrouw. Hè? Huh? Ja, dan, en dan wil ik wel bij die 15 euro, dan wil ik wel volgende maand gewoon hier weer komen en dan 15 euro betalen en dan... ik zal het zo meteen voorstellen ook. Huh? 15 euro was het toch? Nou, prima. Nee, maar die ga ik zo meteen wel voorstellen. Dan moet je drinken met wat eten erbij. Nee. Nee, en want dan ga ik gewoon zeggen, zo meteen tegen haar, van 15 euro is oké, maar dan wil ik volgende maand 15 euro betalen en dan gewoon gelijk met alles erop en eraan. 15 euro. Dat zal ik graag ook. Maar wat ik dus wou zeggen tegen jullie. Ik heb dus een review gedaan en er is dus in Rotterdam een schip. Nou, daar kun je dus ook onbeperkt eten. Maar als je dus daar drinken wil halen, zoals een wijntje. Kijk, dit is mijn nieuwe wijntje. Dit is de oude. En dit is mijn oude wijntje. Die ik al even op heb, bijna. Dan betaal je dus daarin op dat schip ook gewoon voor bier, et cetera. Iedere keer per glas 2 euro extra. Nou, hierbij samen, Wereldrestaurant Samen, jongens, is dat dus niet. Bij Zoetermeer krijg je dus 2 muntjes per persoon. Toch? Ja, voor jou 2 en voor mij toen 2. Bij Zoetermeer. Oké. Ja. Ja, maar ik wel. Okay. Ik heb een heel goed geheugen, ook al wil ik hem al een beetje... Ik voel hem wel zitten, maar dat maakt niet uit. Ik heb nog genoeg eten aan boord. Ja goed, de all-in prijs is hier ietsje hoger. Ja, maar dan heb je wel al... Dan heb je wel alle onbeperkt sterke alcohol, of tenminste sterker alcohol. Oh, wacht even. Geduld. Ja. Nou, de prijs is hier ietsje hoger dan andere wereldrestaurants. Maar heb je wel onbeperkt alcoholische dranken ter beschikking. En dan moet je wel 18 jaar of ouder zijn, anders krijg je niks. Jammer, maar dan krijg je dus wel gewoon cola en andere dingen. Ja. Onbeperkt. Onbeperkt, zoveel je opgaan. Oeh, dat is lekker voor jou. Nou, ik ga nog even verder eten. Ik heb dit nog. En ik heb dat nog, maar ik doe heel rustig aan. Ja. Cheers. Cheers. Zo, de muziek is afgelopen. Lekker rustig. Maar proost op de, onze gezelligheid van Wereldrestaurant Samen. Dat we vaker dit weer mogen doen. Ja. En ook eens een keertje weer op jouw kosten. Ook nog? Ja. Okay. Volgende maand. Oh, ja. 7 augustus, op mijn verjaardag. Je bent op 7 augustus niet jarig, hè? Op en op mijn eigen geboorte ben ik in principe jarig. Een geboortedag is dat, niet je verjaardag. Geboortedag, dat is mijn verjaardag. Oh, doe maar. Die geboren was je meteen jarig. Hè? Die geboren werd was je meteen jarig. Nee, toen was ik... 0 jaar. 0 jaar gewoon, maar gewoon op mijn geboortejaar. Je geboortejaar was jij... 0 jaar. Dat is jouw geboortejaar dan? Ik bedoel, 1987. Dus maar dat is al 19... Ja, nou en? Maar dan word ik straks 33. Dus op 7, 8, 87? Ja. Dan werd jij dus 1987. Nee, lieve schat, dat weet je donders goed. Dus nee, straks, lieve schat, straks, lieve schat, luister, luister, luister. Nou moet ik heel goed zelf nadenken wat ik ga zeggen, is handig. Ja, mijn telefoon glijdt een beetje weg. Een beetje glijdt het weg. Maar straks op 7 augustus op 7 augustus 2020 ja. Word ik geen 32, maar 33 jaar. Dat is een mooi even getal. Ja. 2 drieën erin. Maar dan is het niet 3-3. Dat is een mooi rond getal. Maar dan moet jij regelen. Regelen. Hier. Regelen. 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 Moet je een beetje schuiner houden, een beetje. Mm-hmm. Maar dan moet jij dus regelen, hier, ja, rekenen. Dat lactosevrij ijs gaan doen. Ik zal het hem vragen, misschien heeft hij het wel. Citroensorbet. Zal ik zo meteen vragen aan hem. Nou, dat was het. Ik heb zo meteen nog een vraag aan jou. Nee, ik ook. Dezelfde vraag als jij. Hij komt er alweer aan. Laat maar eventjes aanstaan. Helemaal goed. Hij gaat nog eventjes iemand gedag zeggen. En dan komt hij eraan. En dan komt hij eraan. En dan horen jullie ook zijn stem. Maar ik zeg niet dat ik aan het filmen ben. Oeh, schandalig. Die filmpje wijn. Ik film gewoon mijn wijn. Ja, ik film gewoon mijn wijn. Meer doe ik niet. Nee. Op 7 augustus 2020 word ik geen 32, maar 33. Nee, dan 32. En dat wil ik hier gaan vieren. Op 7 augustus. Vieren met z'n drieën. Samen en met mijn vent. Samen met Roderick van der Werf. Ja. Mijn eerste... Wat zei je nou? En je mama. Wat? En je mama. Mama? Ja. Nee, mama is er niet bij. Nee, die kan toch via de camera als ze erbij zitten? Ja, dan kan ze erbij zitten. Ja, dat is leuk. We zijn met z'n drieën. Dan zijn wij met z'n drieën. Met z'n drieën vieren wij. En dan daarna papa bellen. Oh, goed, tegelijkertijd. Nou, ik denk het niet handig. Ik denk het niet handig. Oké, dan niet. Ik zou het maar weten. Daar komt mama aan. Van de hele toko. Mm. Wie er nog een beetje nog toetjes? Toetjes? Toetjes weer? Nog een toetje? Nee, genoeg. Ik heb ook genoeg, schat. Lekker. Toetjes. Ik heb nog een wijntje. Dat is en dat is mijn toetje. Hoe gaat het met jou, schat? Ja, goed hè. Mooi zo. Zeker. Dan weer een beetje open, dat is weer op de tijd naar. Ja. Daarom. Normaal zijn een beetje, hè? Ja. Lijkt me ook. Ja. En dan nu ook gewoon weer dat lopend duvet. Ja. Ook voor jullie, ook weer een stuk beter. Ja, rust. Zeker. Weer wat rusten. Dan zijn er weer rennen. Iedere, juist, inderdaad. Wat Roderick al zegt, iedere keer heen en weer lopen. Ja. Om iedere keer alles, iedereen te voorzien en van eten. Nee, dat is niks voor jullie. Nee, zeker niet. Totaal niet. Nee. Nou, ruiken dat jullie weer zijn. Ja, zeker. Tuurlijk, altijd, schat. Maar we zoeken je zoon. Je zoon. Ja, jouw zoon. Islam. Kijk, en nu gaan ze alles rustig opruimen. En jip. En hier zitten wij dus weer gezellig. Jip. Maar luister, 7 augustus ben ik jarig. Dat is wel een behoorlijk ding hoor. Ja. Dat is best. Maar als je dit doet, dan heb je ook weer gelijk een hele opdracht wat je moet doen. Ja, die is nog iets uitgebreider. Ja, nog uitgebreider zelf. Dat is volgens mij HBO volgens mij, ja? Nee, MBO 3. Oh, MBO 3. Je kan naar HBO gaan, maar dan doe je weer overkoepelend iets. Veiligheidsaspecten. Ja, dat is het weer. He, hoe beveilig je een pand? Waar zet je camera's neer? Wie zet je er neer? Ja. En waarom zet je die neer? Dat is iets dieper. Ja, heel diep gaan. En maar op welke camera is die eigenlijk echt gericht? Die camera. Op je portemonnee, nou goed. Op je pincode. Gewoon zomaar een vraag. Nee, op dit geheel. Okay. Dus het is niet specifiek op vasten. De tafels, nee. Dat mag niet, het is gewoon op de gele pan. Ja, oké. Op dit gele gedeelte. Mm. Precies. Dat wij over zeggen dat er niks gebeurt, weet je. Als nee, oké, precies. Maar het is niet specifiek op één tafel. Nee, oké. Ja, het is gewoon ruimte. Ja. Top. Ja. Nee, maar dat wou die weten, dus ja. Natuurlijk. De camera is niet gericht eigenlijk. Op jou. Speciaal op jou nu. Later. Yes. Alsjeblieft. Lieve. Ik ga de hondjes wel doen dat jij rustig kan naar huis kan gaan en op tijd gaan slapen. Maar ik moet morgen weer vroeg op. Deal. Deal. Okay. Doe ik en de hondjes straks. Ook al ben ik een beetje heel erg aangeschoten. Nou, Roderick is dus al lekker weg. Die is naar de balie toe. Dan ga ik er ook zo naar achteraan. Ik heb aardig wat wijn op. Ik voel hem echt aardig zitten. Ja. Maar dat is een maagverkleining. Kan ik er ook niks aan doen. Nee. Oké, ik ben een beetje heel erg aangeschoten, maar dat maakt er geen enige. Een beetje aangeschoten. Als het maar niet afgeschoten is, dan is het helemaal goed. Alleen moet opkijken. Opletten, opkijken, opletten, opkijken, opletten, opkijken. Afkijken, dat mag. Dus ja. Doe een duimpje omhoog als je me alvast leuk vindt. 2 duimpjes omhoog, mag toch? Mag ook hoor, voor mij. Ja, nee, ik heb toch geen 1,5 meter als dan. Sorry Rutte. Hey, fijne avond. Wow, dat was de deur. Hey, doei. Kijk voor die deur. Nee, die moet even doorgaan. Sneller. Joehoe, we zijn weer buiten. In de buitenlucht. Daar gaat de vogel. Die schrikt een beetje van mij. Oh, daar gaat mijn telefoon bijna aan mijn hand. Ook niet erg handig. Ik weet ongeveer wel waar ik loop, maar ik ben een beetje aangeschoten. Maar dat maakt helemaal niks uit. Nee, deze heren willen er ook niet op waarschijnlijk, maar dat maakt niet uit. Daarom hou ik hem ook lekker aan deze kant. Ik kan. Wil jij er wel op? Ja, ik wel. Ga maar. Ja, jij wil. Ik loop toch niet op één rechte lijn. Als ik nou zou worden aangehouden en ik moet op één rechte lijn volgen, dan volg ik hem niet. Nee, volgen jullie het nog wel? Ik hoop het.